Een delegatie van schuldeiser Oppenheimer bondholders is thans in Suriname voor onderhandelingen met de regering. De onderhandelingen gaan om twee bonds, te weten de eurobond van $125 miljoen met een looptijd tot 2023 en rentevoet van bijkans 13% en de eurobond van $550 miljoen met een looptijd tot 2026 en een rentevoet van ruim 9%. Inclusief achterstallige rente bedraagt de totale schuld op dit moment circa $800 miljoen. De belangrijkste doelen van de schuldherschikking zijn een korting op het uitstaande schuldbedrag, een lagere rente en een langere looptijd. Het Surinaams onderhandelingsteam staat onder leiding van Financiën-minister Achai Versin. Experts van het adviesbureau Lazard en het advocatenkantoor White & Case zorgen voor technische ondersteuning. De onderhandelingen met de bondholders en andere schuldeisers van Suriname vinden plaats binnen het raamwerk van het IMF-programma.